Mee met de stroom. Met die veelzeggende titel lokt de Ford-dealer Unicars 150 professionele genodigden naar kasteelbrouwerij Van Honsebroek in Isegem. Op het programma enkele boeiende uiteenzettingen over elektrische mobiliteit. Wel, voor ons is het heel belangrijk omdat we vaststellen dat nog heel veel klanten met heel wat vragen zitten over elektrificatie. Ik denk daarbij aan vragen in verband met total cost of ownership, vragen in verband met laadinfrastructuur en dergelijke. Vandaar dat het wel zinvol is deze avond te organiseren. Ja, vooral naar de veranderende fiscaliteit rond de elektrificatie van de wagens. Om te leren van wat staat er op de planning. Wat zijn de antwoorden van Ford daarop? Wat zal Ford uitbrengen van elektrische wagens, elektrische bestelwagens? Hoe gaan ze daarop reageren? Wel, onze ambitie is klaar en duidelijk. Wij wensen de markt vorm te geven, de markt van de elektrische bedrijfsvoertuigen te creëren en daarin een leiderspositie in te nemen. De overstap naar elektrisch rijden was fantastisch. Het is een super ervaring. Het is stil, je hebt een enorm veel koppel, je hebt een krachtig voertuig. Ik heb via Unicars een testrit kunnen doen. Eigenlijk qua rijgedrag positief ervaren, misschien zelfs iets te positief. Het vermogen was zeer goed en zeer snel. Dat hebben we vooral een boete opgeleverd. We hebben altijd een beetje de kat uit de boom gekeken om te zien hoe we gingen schakelen naar het elektrisch verhaal. Momenteel zitten we met hybride wagens die we aan het aankopen zijn. Het was heel interessant om vooral het fiscale iets van korterbij te bekijken. Je moet eigenlijk nooit meer naar een tankstation. Ik kan gelijk wanneer laden, thuis, 's nachts, overdag. Ja, ik heb alles bij de hand. Ja. Ik win tijd eigenlijk. De voorkeur gaat wel naar het elektrische rijden, omdat als we naar de toekomst kijken, gaat dat ook gewoon fiscaal het interessant zijn voor het bedrijf. Het is de toekomst, dus we gaan daar zeker en vast aan meewerken.